dorpshuis gezonden. En dan treedt er een sluitstrategie, noemt men dat, in werking, waarbij een volledig sluiten commando gegeven wordt aan alle, alleen de schuiven van de schaar. Dus de middelste stroomgeul. Er zijn diverse sluitingsstrategieën, dat zal u duidelijk zijn. En dat met name voor de bodembescherming, de milieuaspecten. En tijdelijk is momenteel gekozen voor een sluitingsstrategie waarbij diverse schuiven vertraagd starten. U hoorde bij de start van de beweging een akoestisch signaal, gedurende een minuut. En dat gebeurt altijd om mensen die in de buurt van de schuif aan het werk zijn, te laten horen dat de schuif gaat bewegen. En elke schuif heeft zijn eigen akoestisch signaal. Nou, en nu is het 65 minuten wachten. De bewegingscyclus is ingezet. De kortste schuif doet er 41 minuten over. Voor de langste schuif is dat 58 minuten. En dan tel je de gekozen startvertraging van 7 minuten bij, omdat het in het begin allemaal wat langzamer gaat. Totale schuifbewegingsduur van 65 minuten. Zeeland veilig, straks om 1 uur. Dus op deze zender ook te zien. Oude kennissen van elkaar. Prinses Juliana, die als koningin Juliana ook op het Élysée op bezoek is geweest bij François Mitterrand, de Franse president. En dit talloze ballonnen die de Zeeuwse jeugd hier aanwezig heeft opgelaten op het moment dat de koningin de hendel overhaalde. We zitten nu midden in een ruimte die in de pijler is. Daar kan geloof ik een kopje koffie genuttigd worden, nog eens wat nader begroet worden. Moeder en dochter bijvoorbeeld. En nu is de bedoeling dat hier handtekeningen worden gezet. Dit is een plaat van was. En het is de bedoeling dat op die manier handtekeningen vereeuwigd worden. Het is leuk aangekleed met tafeltjes en met wat roomstelletjes en zo. En er wordt wellicht ook iets geserveerd. Maar u moet hier van die ruimte verder niet te veel voorstellen. Het is een soort bunker, zou je kunnen zeggen. En wij hebben in het begin van de uitzending daar met de camera nog doorheen gereden. Of u dat gezien hebt. Het is eigenlijk een heel saai hoekje. En niets voor mensen met claustrofobie. En angst voor kleine, benauwde ruimte zonder ramen. Maar bij deze vrolijke gelegenheid, met dit gezelschap, moet het allemaal kunnen lukken. Prins Jean van Luxemburg en president Mitterrand.
En hier tekent de bondspresident van Weizsäcker, de president van de Duitse Bondsrepubliek. Ik hoor althans op mijn koptelefoon heel zachtjes een trompetje wat instuderen. U vraagt zich misschien af waarom horen we niet de aangename kout en keuvelen van het gezelschap hier. Wel, we zijn al blij dat we met de camera bij kunnen, maar men had gezegd liever geen geluid hier. Ik richt me maar weer eens tot ingenieur André Burg. André, wat deze verkeerskoker, zoals die genoemd wordt, hè, die ondergrondse gang, zou je bijna kunnen zeggen, in die pijler, in die bunker. Wordt die in de toekomst, behalve dan voor de apparatuur die daar staat, ook nog gebruikt door mensen? Of is dat verder van geen belang meer, omdat je straks bovenlangs kan en sneller ook? Nou, we gaan er in ieder geval geen verkeer doorheen leiden, denk ik. Het is alleen voor bedieningsmensen. En ik zou me kunnen voorstellen waar het enigszins mogelijk is dat ze een fietsje ter beschikking krijgen. Maar ze hebben meer van hun eigen gemaakt. Het verkeer gaat bovenlangs. En zo tekent iedereen zoals u ziet. Sarah, ofwel de hertogin van York. Prins Andrew. Ja, het blijft aangenaam Sarah Ferguson, althans de voormalige Sarah Ferguson, te aanschouwen. Ik herinner me uit de tijd dat het huwelijk werd gesloten in de Westminster Abbey. Stond de televisie daar, zowel op de commerciële televisie als de BBC, bol van de interviews met beiden. En ik moet zeggen dat ze een uitermate ontspannen indruk beiden maakten op de kijker. Vrij natuurlijk, ja, en dat valt niet altijd mee als je wordt opgevoed in de buurt van het hof. Dat was bij Sarah dan niet zozeer het geval. Ook zij kwam toch uit een vrij gesloten familieclub, notabene in een klein plaatsje ook nog. Maar later werkend in Londen, waar zij kantoor werkte, kwam ze toch in ieder geval in aanraking met het dagelijks leven. Het kan zijn dat onze cameravrouw even het schoeisel wilde bekijken. Lydia Dekker hanteerde de camera daar beneden. En ik kan me voorstellen dat dames ook interesse hebben in het damesschoeisel. Maar het was geloof ik de bedoeling dat we nu maar weer eens buiten gingen kijken. Het had lang genoeg geduurd. Dit is onze camera die onder de schuif hangt. Kijkers die later hebben ingeschakeld zullen zich afvragen, wat is dit nu weer? Ik heb er al een verhandeling over gehouden, maar ik zal er nog maar even iets van zeggen. We hebben onder de eerste schuif van de eerste pijler in een huls een camera gemonteerd. Hier ziet u hem. Daar midden in beeld. Daar zit dus een camera in. En die kijkt net onder die schuif door. Die schuif die zakt, zoals u hebt begrepen. Die heeft de koningin zojuist in werking gesteld. En dan is het de bedoeling dat die camera straks mee onder water gaat. Maar u ziet wat een geweldige stroming of dat nu al geeft. Het wordt nu dus vloed. Ik herinner me, een uurtje geleden ging al het water de andere kant op. Maar zo zijn de wonderen de natuur der natuur. En zo wil de maan het.
We zijn nu, gaan nu naar de vloed toe. Wat is de snelheid, André, hier wat we hier zien? Nou, ik schat dat we daar op een meter of twee per seconde zitten. En dat zal dadelijk gaan toenemen. Nou, dat betekent dat die camera heel wat te verstouwen krijgt. Ik heb, toen we beelden lieten zien van de plaatsing, al gezegd dat het oorspronkelijk de bedoeling was om ook lampen op te zetten. Maar ja, dan krijg je zo'n hetzelfde effect waarschijnlijk onder water als een autobestuurder die met vol licht in de regen rijdt, ziet dan nog minder. En die lampen zouden er bovendien afslaan door die sterke stroming. Maar die camera die zakt dus onder water en die zal daar waarschijnlijk een dag of twee moeten blijven zitten, want die schuiven gaan maandag geloof ik weer omhoog. En misschien is het wel dat we die camera verder nooit meer terugzien. Die zal dan worden toegevoegd aan de oester- en mosselpercelen hier op de Oosterschelde. En door de vegetatie die gelukkig behouden blijft, door die doorlaatbare pijler dan geobserveerd kunnen worden. Schepen liggen rechts nog te wachten, maar hebben inmiddels ook al een behoorlijk toeterconcert weggegeven op het moment dat de gasten daar beneden die wasplaat tekenden. En dit is dus een kijkje in noordelijke richting over de dam over de Schaar. En het is dus de bedoeling dat hier in de toekomst een autoweg komt, een autosnelweg. Ik geloof geen fietspad, André. Nee. Of ben je geen fietser? Ik weet het niet meer zeker. Ik dacht dat er een tweebaans autoweg met een secundaire weg naast kwam. En op die secundaire weg, daar zal het onderhoudsverkeer komen en naar ik meen toch ook wel fietsverkeer. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. Maar is het niet ontzettend smal als ik dit zo zie? Dit is vrij smal. Daar is ook nogal een discussie over geweest. Besloten is om nu die verkeerskokers uit te breiden met vleugels aan weerszijden. We kijken van bovenaf nu op het water, wat met deze snelheid door de stormvloedkering spoelt. Ja, die snelheden die gaan vrij snel toenemen nu met het oplopen van het getij. En als je die schuiven openlaat, dan kom je uit op een snelheid van tussen de 3 en de 4 meter per seconde. Inmiddels is er getekend, zo voorzien. En nu zal het de bedoeling zijn dat de koningin met naast haar de minister van Verkeer en Waterstaat en verder het hele gezelschap naar het ingenieur J.W. Topshuis gaat begeven. Ik heb het al eerder gezegd, dat is, zou kunnen zeggen, het centrum hier op het werkeiland Neeltje Jans, van waaruit in ieder geval de stalen schuiven bediend kunnen worden. Behalve dan dat ritje in de autobus staat er nog een familiaal gebeuren te wachten, namelijk een groepsfoto van iedereen. Dat zou iets meer beneden aan de dijk moeten plaatsvinden. En daarvoor zal het gezelschap een klein taluut af moeten. Maar ik weet niet of dat werkelijk op die plek gebeurt als mij tevoren was opgegeven. Koningin, ook hier nog geflankeerd door mevrouw Smit, minister van Verkeer en Waterstaat, en ingenieur van Tixhoorn, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. En daarachter de Franse president die uitleg krijgt over wat hier plaatsvindt, mag ik aannemen. Prins Klaus, dacht ik, en Duitse president van Weizsäcker. Aan de hoeveelheid fotografen hier op de voorgrond verzameld
zou je kunnen afleiden dat hier inderdaad het statiefamilieportret wordt gemaakt. We zullen eens even volgen hoe dat gaat. Het is behoorlijk wat belangstelling van de pers, dat ziet u wel aan de fotografen. Nog even een blik op die, door die camera onder water. U ziet dat die camera inderdaad steeds meer zakt. Dat opspattende, dat wilde woeste water dat nu zich de Oosterschelde binnenperst. Dat hier zit de camera, heeft de golven niet op de lens, want hij zit in een huls, maar wel. Nou, dit zal het moment zijn dat, de camera aan de schuif bijna onder water is. Nou, we moeten maar zien wat daarvan komt. Misschien is er straks absoluut niets meer te zien door die camera, maar dan is het toch nog aardig geprobeerd van onze regisseur Rudolf Spoor. Daar staan de fotografen. Het zijn natuurlijk niet allemaal Max Koots of hoffotografen. Buitenlandse pers is hier ook in grote mate vertegenwoordigd, radio en televisie. Ja, waar de familie nu staat, dat lijkt een heel vredig stukje en dat is het ook met dit weer. Maar toch is het een van de zwaarst aangevallen gedeelten van de stormvloedkering. Het is namelijk de damaanzet vlakbij Topshuis. Bij zware noordoosten en noordwesten stormen is dat echt een gebied waar je maar beter niet kan zijn. En met de camera zijn we inmiddels onder water gezakt. Fantastisch gezicht, maar als ze mij verteld hadden dat dit iets heel anders is, met elektrische lading of zo, had ik het ook geloofd. Maar jij bent iets technischer, jij kunt daar wellicht iets uit afleiden, André, of niet? Nou, ik vind eerlijk gezegd dat het beeld voor de Oosterschelde erg goed is. En dat komt ook een beetje door het jaargetij. Ja, het zonlicht schijnt dus duidelijk dwars door de Oosterschelde. Onze camera zakt steeds dieper. Nou, het levert in ieder geval een fascinerend en grillig beeld op. Het zou in videowalls of in discotheken niet misstaan. Maar het is toch wel een van de problemen waar we in de Oosterschelde mee hebben gezeten. Dat zicht onder water, niet alleen voor de mensen die daar direct handelingen moesten verrichten, maar ook voor al die duikers die daar onder water moesten verblijven. Ja, daar gaat hij inderdaad, daar gaat de schuif onder water. Dat betekent dat die stroomsnelheid onder die schuif ook enorm gaat toenemen en het water wordt heel turbulent. Het zicht neemt daardoor ook enorm af. Ik vind het toch wel weer leuk om deze beelden te zien, want dan je realiseren dat daar tijdens de bouw mensen op 30, 35 meter diepte onder water werkzaamheden hebben verricht. Als er iets loos was of als er iets anders moest gebeuren, met zicht van 10 tot 15 centimeter, vaak begeleid door mensen van bovenaf, dan is dat toch wel een fantastische gebeurtenis. Ja, dat is een heel geïsoleerde positie als je zo in je eentje 35 meter onder water staat, hè? Tegen niks aan te kijken eigenlijk, behalve dan die sterretjes die we net zagen. Helemaal niets. En wel tegen bestand zijn ook, denk ik. En inderdaad, en wetend dat je maar heel erg weinig tijd hebt om je werkzaamheden te verrichten. Je bedoelt in verband met toenemende of afnemende snelheid van het getij? Nou, in zijn algemeenheid kan een duiker het werk ongeveer doen tussen de plus en de min 25 centimeter per seconde stroomsnelheid, of daaromtrent. En dat is een korte tijd. Nou, als ik dan nog in herinnering breng al die werkzaamheden die mannen bij, met name de Cardium, hebben gedaan onder water, met het leggen van die matten, dat is toch wel heel fantastisch. Gigantisch. Karwei was dat ook, het leggen van die matten waar de pijlers in feite op staan, zoals je in de documentaire hebt kunnen zien die we rond 11 uur hebben uitgezonden. Nou, hier zitten we dik onder water. Ja, van
onder water tot hoog in de lucht. Onze twee meest extreme camera's. Hier is dan dat ingenieur Topshuis, waar op het ogenblik het gezelschap zich bevindt. Het dienstcentrum, zou je kunnen zeggen, van dit werkeiland Neeltje Jans. Beneden op de begane grond heeft men het zich gezellig gemaakt. Zetjes, koffie en een muziekje ook, dacht ik. Al laat die zich op dit moment nog niet horen. Hier zullen enkele toespraken plaatsvinden. Aanvankelijk zou er ook nog een Zeeuws koor zingen, maar dat gaat niet door, geloof ik. In ieder geval krijgen we toespraken van minister Smit en van koningin Beatrix. In Duitsland zouden ze zeggen, daar hebben we vrouw Antje, de kaasmeisjes. Zo zullen ze door bondspresident von Weizsäcker ongetwijfeld herkend worden. Die staan er beneden, maar ook boven op het Topshuis met allerlei soorten kaas en druiven. Mevrouw Antje is het in Duitsland bekende Nederlandse kaasmeisje. Ik denk dat onlangs nog een publicatie of een reclameprijs was uitgereikt voor de figuur van mevrouw Antje. Nou, dat mag dan in dit internationale gezelschap, hoge gezelschap zelfs, blijkbaar niet ontbreken. Nu kunnen we zien dat het water door de kering nog stroomt. Straks als die schuiven gesloten zijn, dan staat dat stil en dan zijn ook al die witte strepen weg. Nou, hier gaan we over het Damvak Geul. Heli laat dat erg goed zien. Het is toch wel weer fantastisch om te zien hoe schoon en netjes dat is opgeruimd. En dan te weten dat hier nog geen 2 jaar geleden miljoenen tonnen steen lagen die in de drempel tussen de pijlers zijn gestort. Een geweldig werk om het eraan te brengen, maar ook om het er weer af te halen en netjes op zijn plaats te brengen. We kijken nu midden op de enige toegang die er nu nog is tot dit werkeiland. En hier zijn de tenten waar de feestelijkheden dan zullen plaatsvinden. Daar zijn dus die 25.000 genodigden allemaal terechtgekomen in dit soort optrekjes. Waar ze overigens getuigen kunnen zijn van datgene wat zich hier afspeelt. Omdat overal op video walls, op televisiemonitoren en zelfs op een jumbotron. Ja, het is van hieruit moeilijk te zien, maar dat is dat roodachtige ding wat links in het beeld staat. De Jumbotron heet die, dat is een gigantisch televisiescherm. En daarop is deze reportage te volgen. Nou, het is ook wel aardig om weer even die keten daar te zien. De zogenaamde even de pijler nog. Dubbeldekker bij die pijler, bij die universeel inzetbare pijler. Bijna anekdotisch, maar de mensen van Sluizenstuur wilden toch wel graag in hun bouwdokken kijken. En om die reden is er boven op een andere keet een keet neergezet om dat zicht te vergemakkelijken. Ik vond dat wel een aardig idee trouwens. In ieder geval was het een prettig kantoor om te werken. Het was ook prettig om met de mensen samen te werken. Nou, dat is dan die enkeling die eenzaam is overgebleven in die bouwput. De enige pijler die uiteindelijk als reserve werd genoteerd. En die hier heeft gestaan met 65 andere gigantische pijlers die allemaal uit dit gat zijn getrokken door dat speciale schip, de Ostrea. Het schip van 72 miljoen dat nu helaas onverkoopbaar blijkt te zijn. Zo heeft minister Smit de Kamer laten weten. Ja, en hier een beeld van het materieel wat is gebruikt bij de Oosterschelde. We kijken vaak naar het water en minder naar wat we onder water deden, respectievelijk op het land. Maar hier staat inderdaad een greep van geweldig hoeveelheid materieel. Grote dingen die we in dit land anders niet zo gauw tegenkomen. Maar dit is allemaal apparatuur en voertuigen die makkelijk overal elders inzetbaar zijn, neem ik aan. Die zijn niet zo exclusief als die schepen als de Cardium, de Ostrea en de Mitulus. Voor zover ze hier niet versleten zijn op het werk wat ze hebben gedaan, is dat inderdaad het geval.
Overigens zie je daar nog een beeld van die enorme stenen die in die toplaag van die drempel zijn gebruikt. Van zo'n 10 ton. Ja, wat een joekels. Waar halen ze die vandaan? Die kwamen uit Finland. En dat is nog een hele klus geweest om ze op tijd hier te krijgen in de goede kwaliteit en samenstelling. Nou, we gaan met de camera en de helikopter weer wat verder zuidwaarts. En je moet je eens voorstellen... Wacht even, ik moet even hier iets van vertellen. Dit is een fruitmozaïek. Want straks is de helikopter voorbij en dan hebben we het gehad. Dat zijn dus allemaal appels, peren enzovoorts. Ga je gang, André. Fruitmozaïeken en circussen op plaatsen waar miljoenen tonnen steen hebben gelegen. Waarvan sommige zelfs individueel moesten worden behandeld omdat ze zo zwaar waren. Eigenlijk jammer dat het er nu pas is, hè, dat circus. We hadden dat misschien een paar jaar eerder moeten hebben. Door de werkers pauze op het land. Ja. Tijdens schaftuur. Ja, hier is de hele dag circus. En daar kun je in en uit lopen. Of althans een voorstelling bijwonen. Hier op de voorgrond nog een keer dat fruitmozaïek. En we zijn terug. In de benedenzaal. Sarah Ferguson, Prins Andrew. Koningin en prins treden onder deze intrada, geblazen door koperblazers, binnen. U moet zich dus realiseren dat terwijl het gezelschap hier plaatsneemt en de toespraken plaatsvinden, dat die schuiven nog steeds zakken. Inderdaad, ook met die ene camera van ons daaronder. Dat zou zo'n 65 minuten duren. En de laatste informatie is dat om precies 13:01 de schuiven gesloten zullen zijn. Dus dat gebeurt allemaal nog, dat zakken, terwijl hier de plechtigheid plaatsvindt. We luisteren even met u mee naar de trombones. Die het hierbij laten. Midden in beeld die Franse adjudant. Majesty, thanks to modern communications technology, we will be able to address all of your highly estimated guests in our beautiful Dutch language and still be understood. Welkom in het Engels, maar minister Smit wijst erop dat er tolken zijn, dat iedereen in eigen taal kan horen. De gasten hebben net over het grootste laboratorium in de vrije natuur gevlogen. U heeft met eigen ogen gezien wat het technisch antwoord is op onze belofte aan dit stuk van uw koninkrijk. Een ereschuld is ingelost, majesteit. Bij deze Oosterschelde stormvloedkering zijn meer dan 12.000 mensen actief geweest. Ze hebben gebruik gemaakt van de meest uiteenlopende technologieën en dat alles in de afgelopen 10 jaar. Boven en onder water, majesteit. En niet alleen maar met het mooie weer van vandaag, maar ook bij windkracht 9 en bij vriezend weer van 10 graden onder nul. Hun inzet, hun kennis en hun ervaring heeft mogen leiden tot een project dat een symbool is van ons verantwoordelijkheidsgevoel, niet alleen voor dit deel van ons land, maar voor West-Europa. Majesteit, in de Europese gemeenschap spreken we over
het van de grond krijgen van technologiebeleid. Majesteit, het is hier al gebeurd. We zijn de afgelopen 10 jaar volop bezig geweest met wetenschap, bedrijfsleven en overheid om waar technologiebeleid effectief van de grond te krijgen. Majesteit, niet zonder trots meld ik de erenaam van de Oosterschelde stormvloedkering, het 8e wereldwonder. De astronauten hebben, zo vertellen ze ons, op aarde één oriëntatiepunt, de Chinese muur, een symbool van eeuwen her. Vandaag is er een nieuw oriëntatiepunt aan toegevoegd, de stormvloedkering, een symbool voor een veilige toekomst. Het is een nationaal project, maar met mondiale allures. Zoals de dichter het leeflang gezegd heeft, hier gaan over het tij, de maan, de wind en wij. Majesteit, mag ik u op dit historische moment het woord geven? Al dus minister Smit, minister van Verkeer en Waterstaat. Het woord is aan koningin Beatrix. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Serene Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you all here. On such an occasion, it is heartening to have so many distinguished guests with us, not only from our own country, but also from abroad. Je voudrais saluer en particulier mes invités personnels des États riverains du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, ces grands fleuves européens qui, au cours des siècles, ont favorisé les échanges culturels et économiques entre notre pays et les pays voisins. Koningin wijst op de Europese rivieren die al jaren een band vormen tussen de Europese landen. Par votre présence aujourd'hui, combien votre pays se sent concerné par l'achèvement des travaux du Delta. Ganz besonders möchte ich meine persönlichen Gäste aus den Anliegerstaaten von Rhein, Maas und Schelde begrüßen. Den großen europäischen Wasserwege, die seit Jahrhunderten den Kulturaustausch und den Wirtschaftsverkehr mit unseren Nachbarländern begünstigt haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie durch Ihre Anwesenheit die Anteilnahme Ihres Landes an der Vollendung des Delta-Projekts zum Ausdruck bringen. Wir stehen hier auf der Grenze von Land und Wasser, zwei Elemente, die vanaf het begin eine belangrijke Rolle haben gespielt in unserer Geschiedenis. Het lage Land, waarin onze voorouders zich vestigden, was eeuwenlang onzeker bezit. Het land was kwetsbaar en overgeleverd aan de willekeur van het water. Al aan het begin van onze jaartelling vroeg een Romeins geschiedschrijver zich af wat de mensen bezielde om dit gebied als woonplaats te kiezen. Het water vormde echter ook een uitdaging. De vruchtbare delta werd de voedingsbodem voor een toenemende welvaart. Aan de monding van grote Europese rivieren konden de handel en de scheepvaart floreren. De ligging aan de rand van het continent leidde niet tot isolement, maar integendeel tot sterke banden met andere landen in en buiten Europa. De oude waarheid, een land dat door de zee wordt bespoeld, is nooit klein, bleek ook hier van kracht te zijn. De bijzondere positie van dit gebied heeft mede richting gegeven aan onze geschiedenis. In de eeuwen dat Europa verdeeld en herverdeeld werd, hebben velen oog gehad voor het economische en militaire belang van deze hoek van het vasteland. De grote mogendheden zagen dit strategisch punt liever onder het beheer van een kleinere natie
dan in handen van een machtige tegenstander. Zo is de ligging van ons land van belang geweest voor het verwerven en behouden van onze onafhankelijkheid. Zoals het gevleugelde woord luidt, bleef het water door de jaren heen onze vriend en onze vijand. Waar het een bondgenoot was, bevoeren we het met onze schepen en benutten we het in kanalen en irrigatiewerken. Waar het ons bedreigde, verdedigden wij ons. Zonder ons netwerk van beschermende dijken zou de helft van ons grondgebied 2 maal per dag door de zee worden overspoeld. Zonder onze gemalen zou het land dat onder de zeespiegel ligt onderlopen. Wij kunnen met vertrouwen leven in dit gebied, maar wij kunnen er niet leven zonder waakzaamheid. Op 1 februari 1953 werd ons land getroffen door een van de grootste overstromingsrampen in onze geschiedenis. Onder het geweld van zware stormen en ongewoon hoog springtij bezweken op talrijke plaatsen de dijken. Bijna 1/12 van Nederland kwam onder water te staan. Bijna 2000 mensen verloren het leven. In een land waarin na de ontreddering van de oorlog alle inspanningen nog gericht waren op de wederopbouw, kwam deze slag des te harder aan. De ramp stelde ons voor een nieuwe, gigantische taak. Een lichtpunt in de dagen van beproeving was de hulp die onmiddellijk toestroomde uit bevriende landen overal ter wereld. Ook uit landen die zelf nog werkten aan hun eigen naoorlogsherstel. Wij Nederlanders zullen die spontane hulp nooit vergeten. Dit is voor ons een reden te meer om deze dag niet louter als een eigen feestdag te vieren. Wij willen onze dankbaarheid uiten. We zijn oprecht verheugd hier zoveel vertegenwoordigers van de volken die ons toen daadwerkelijk gesteund hebben vandaag in ons midden te mogen zien en hen te betrekken bij deze historische gebeurtenis. Met het Delta-project is een grootse en technisch indrukwekkende verdedigingslinie tot stand gebracht. Naar menselijke berekening kan deze de natuur ook in haar meest extreme ogenblikken bedwingen. De ware omvang van dit project is niet zichtbaar. 3/4 van deze immense zeewering wordt door het water aan het oog onttrokken. Wie de grootsheid van het werk tot zich door wil laten dringen, is aangewezen op beschrijvingen of op zijn verbeeldingskracht. De deltawerken zijn de vrucht van kennis, inspanning en samenwerking van velen. Gaarne wil ik hier mijn dank uitspreken aan al diegenen die aan dit werk hun beste krachten hebben gegeven. Het Delta-project dat wij nu, 30 jaar later, met trots afsluiten, kwam voort uit de eensgezinde overtuiging dat een ramp als in 1953 zich nooit meer zou mogen voordoen. De opzet was ambitieus. Verkorting van de kwetsbare kustlijn met honderden kilometers door de grote zeearmen af te sluiten in het zuidwesten van het land waar de ramp zich had voorgedaan. De westelijke grens tussen zee en vasteland moest worden vergrendeld, waarbij alleen de toegang tot Rotterdam en tot Antwerpen open zou worden gelaten. Met de techniek van de 20e eeuw wilden wij de natuur onze condities stellen en de scheidslijn tussen water en land voor altijd vastleggen. Tijdens de uitvoering groeide echter het besef dat de Delta behalve een veiligheidsrisico ook een uniek natuurgebied is, dat niet ongestraft van de zee kan worden afgesloten. De ingreep in het milieu die ons voor ogen stond, zou kunnen leiden
tot onaanvaardbare, onvoorspelbare en in ieder geval onherstelbare gevolgen. In 1974 werd ten aanzien van de Oosterschelde de ingrijpende en kostbare beslissing genomen om naast de beveiliging van het land ook de bescherming van het milieu als gelijkwaardige doelstelling te aanvaarden. Zo is, in tegenstelling tot de oorspronkelijke opzet van het Deltaplan, de Oosterschelde niet afgesloten. De dam die hier is gebouwd is geen massieve barrière. Tussen de pijlers zijn schuiven aangebracht die bij storm kunnen worden neergelaten. Zolang zij openstaan, blijft de gang van eb en vloed onbelemmerd. Het biologisch leven blijft ongeschonden. De Oosterschelde is beveiligd, maar niet gesloten. De natuur is beheerst, maar niet verstoord. Met deze oplossing is een belangrijke politieke keuze gemaakt, die bepalend is voor onze toekomst en veel verder reikt dan het gebied dat door de deltawerken wordt beveiligd. We hebben dit offer gebracht, ons bewust van het feit dat het niet alleen een nationaal belang betrof, maar dat hiermee een bijdrage werd geleverd aan het ecologisch beheer van Europa. Voor ons en voor de generaties na ons is de zorg voor onze natuurlijke omgeving, voor de kwaliteit van het water, een verantwoordelijkheid die ook internationaal verplichtingen schept. Een goed milieubeleid is onze gezamenlijke opdracht. Dit geeft de Deltawerken in hun uiteindelijke vorm een Europese dimensie. Ladies and gentlemen, during this climax in the history of Holland's hydraulic engineering, we recall the concern for safety, the primary consideration that impelled us to embark on this project. We know that a living nation builds for its future. The completion of the Delta project will certainly make that future safer. Thank you. Koningin Beatrix, die tot slot benadrukte waar het allemaal om te doen is, uiteindelijk hier bij de Deltawerken, veiligheid. Zeeland veilig. We zijn nog zo'n 20 minuten af, ja precies 20 minuten op mijn klokje, van het moment waarop de schuiven absoluut gesloten zouden zijn. Het moment, 1 minuut over 1 zal dat dan volgens de berekeningen zijn, zal door het gezelschap hier worden afgewacht, voor een groot deel althans, op het dak van het ingenieur Topshuis. Het Topshuis bestaat uit 4 verdiepingen. Er is hier ook een Delta Expo. Dat wil zeggen, is duidelijk te zien aan de hand van dia's, films, gegevens, objecten, bijvoorbeeld archeologische vondsten die boven water zijn gekomen, letterlijk bij de bouw van de Deltawerken. De Delta Expo die voorheen zich bevond in een houten loods, in een barak, die is er nog op dit moment, een paar 100 meter van dat ingenieur Topshuis. Maar nu zal dit ingenieur Topshuis niet alleen als bedieningscentrum gelden voor de schuiven, maar ook als permanente expositie voor de belangstellenden. De gasten gaan daar nu naartoe. Die expo is... Ja, we hoorden de ceremoniemeester de gasten uitnodigen om naar boven te gaan. Op het 4 verdieping tellende ingenieur Topshuis. Kijk, en hier zijn wij weer onder water. Dit prachtige groene geheel is dus zoveel meter onder de waterspiegel. Daar waar de eerste pijler staat in de schaar. De geul, middelste geul van de Oosterschelde.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hier niet verder uit kan afleiden. Die witte pikkeltjes die we zouden zien, dat wordt veroorzaakt door het zonlicht, mag ik aannemen. Maar veel kan ik daar niet uit afleiden. Ik weet ook niet of dat organismen zijn. Of dat dat gewoon... Ja, het zullen wel dingetjes zijn die daar... Dit geheel is de top van het topshuis, als ik dat zo mag zeggen. Bovenop dat vier verdiepingen tellende topshuis waar ik net over sprak. Waar het gezelschap eerst beneden had gezeten. En men nu naar boven gaat om de expositie te bekijken. Datgene wat een permanente expositie moet worden. Dit Neeltje Jans, oorspronkelijk een zandbank, een zandplaat. En nu na 7 jaar werkeiland wordt het waarschijnlijk alleen nog een toeristische attractie. Die Delta Expo die was voor kort nog te zien in een barak, maar die komt nu hier in dat topshuis en is iets breder van opzet. En het accent ligt niet alleen op wat hier gepresteerd is, maar het accent ligt op de gehele Nederlandse waterhuishouding. Je zou kunnen zeggen van middeleeuwse wierdijken tot de moderne delta-dammen. Met onder andere maquetten van 7 meter, dat is heel aardig om te zien, met stromend water. En zo zie je hoe de waterhuishouding in heel Zuidwest-Nederland in elkaar zit. Dit is onze camera boven op de pijler. En ja, voor een leek is het waarschijnlijk niet te zien, maar dat de kracht moet dus toenemen, maar straks weer afnemen, André, als dat gat alsmaar kleiner wordt. Hier zie je duidelijk dat de sluisdeuren, dat de schuiven helemaal naar beneden zijn. Want dat hadden we bij eerdere opname volstrekt hoog zitten. Nou, wat je nu ziet is dat eigenlijk het water zich door een nauwe spleet moet storten. Maar de weerstand is al zo groot geworden dat de stroomsnelheid sterk is afgenomen. We zitten er dichtbij bij de definitieve sluiting. Ja, dat is toch de verrassende vraag, zou die het houden? Hè? Maar ja, er is natuurlijk al een keer geoefend, mag ik aannemen. Nou, die houdt het wel hoor. Ik denk in de toekomst ook wel. En er zit zelfs een familielid van Lubbers in het bedrijf wat de schuif heeft gemaakt. Dus dat zal ook wel goed komen. Slaat het op de familie als zodanig, dat dat allemaal goed komt, wat zij in hun handen hebben. In ieder geval, we hebben het over Rob Lubbers, de broer van minister-president Ruud Lubbers. Die, zoals u weet, de grote man is bij Hollandia Kloos, het staalconstructiebedrijf dat met Groot Int hier samen in de aannemerscombinatie zit. Hier zien we het rode licht. Dat rode licht, dat is de bedoeling, moet straks op groen komen te staan. En wanneer dat op groen staat, dan, of althans wanneer het groene licht aangaat, dan weten we zeker dat de stalen schuiven gesloten zijn. Misschien is het goed om nog even iets van die schuiven te zeggen. De schuif die hier naar beneden ziet gaan, daarvan zit de beplating aan de binnenzijde. Dat betekent dat die schuif op trekspanning wordt belast. Dat is een betere constructie dan wanneer je hem aan de buitenzijde zou zetten en hem op drukspanning belast. Deze constructie die u hier ziet, die is eigenlijk halverwege de rit gewijzigd. Omdat bleek uit de onderzoeken die in de laboratoria plaatsvonden, dat de oorspronkelijke constructie niet zou kunnen voldoen. Hier breed uit in beeld dat ingenieur Topshuis, waar op dit moment de feestelijkheden, althans voor de hoge gasten, centraal, waar het centrum is van deze feestelijkheden, boven op het dak. Het is de bedoeling dat hier op dit dak zo dadelijk, waar wij nu zijn gearriveerd, zo dadelijk het moment zal worden afgewacht dat de definitieve sluiting daar is. Minister Van den Broek, midden in beeld. U hoort het wellicht op de achtergrond, een cacophonie van diverse talen. Thank you.
Hier dus de minister-president en andere leden van het kabinet. De voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer zijn er ook bij. Ook oud-premiers en oud-ministers van Verkeer en Waterstaat. Er zijn natuurlijk diverse die te maken hebben gehad met dit Zeeuwse geheel. Uns bint zuinig, weet u wellicht, maar aan kleding wordt dan toch nog wel een aardigheidje uitgegeven. Ja, daar wordt dus gedoeld op de brug die onverkoopbaar is. Dat is die hulpbrug waar al het materiaal en personeel op werd aangevoerd. Die hulpbrug die nu nog Neeltje Jans met de vaste wal, als ik dat zo mag zeggen, verbindt. Een brug die 74 miljoen heeft gekost, maar blijkbaar ook nergens inzetbaar is. Hier deze brug in beeld. Enkele auto's spoedt zich nog naar het eiland, maar die zijn wat aan de late kant. Het viel me ook op dat de minister van Financiën op dat moment een beetje zuinig keek. Minister Tjerk Westerterp is dit. Hij was minister van Verkeer en Waterstaat toen die historische beslissing moest worden genomen in 1972. Of de Oosterschelde nu dicht moest of open moest blijven. Hier de heer Boertien net tussen rechts. Ja, hij loopt wat op de achtergrond. Hier is de heer Boertien, loopt het beeld uit. Hij is commissaris van de Koningin in Zeeland. Ja, de heer Westerterp die was toen een veelgeplaagd man. Want de politiek ging zich toen in 1972 in verband met de verkiezingen ook hevig bemoeien met wat er hier moest gebeuren met die Oosterschelde. Open of dicht, de voor- en de tegenstanders had je. De commissie Klaasens kwam toen met een prachtig compromis voor het kabinet Den Uyl. Namelijk half open, half dicht. En dat vooral onder invloed van de milieubeschermers. Want naast veiligheid is nu milieubescherming een belangrijk devies in dit geheel. Maar ja, dat heeft wel een paar centen gekost. Want de schatting eerst was voor afsluiten 1,2 miljard. Zo'n doorlaatbare pijler dan werd eerst begroot op 2,8 miljard. In 1976 ging de Kamer akkoord, maar toen had men het al over 4 miljard. En twee jaar geleden werd de Tweede Kamer nog op de vingers getikt door de Algemene Rekenkamer. Dat men een beetje had zitten slapen, althans niet goed had opgelet. Maar ja, wat moet je ook met die gigantische bedragen bij voor leken onoverzichtelijke werken. Want het steeg ver boven die 4 miljard uit. En nu op het moment zijn de kosten van deze doorlaatbare pijler dan 5,5 miljard. Maar als je alles bij elkaar rekent, de totale kosten, kom je op 7,8 miljard. Dus bijna 8 miljard. Maar ja, daar horen dus ook dijken bij. En ook nog de twee dammen die nog gebouwd moeten worden. De Oesterdam en de Philipsdam in het oostelijk bekken van de Oosterschelde. Dus zeg maar tegen Brabant aan. Maar ik wil bij die kostenopsomming toch een aantekening plaatsen, als dat mag, Joop. Het is natuurlijk waar dat absoluut gesproken die bedragen zijn gestegen. Niettemin is het zo dat er een aantal oneigenlijke kosten in zijn verwerkt die toen niet waren opgenomen. Onder meer personeel wat het Rijk nodig heeft gehad. En daarnaast de inflatie. En alles bij elkaar komt dit werk, ik schat uit, tussen 30% en 40% hoger dan de oorspronkelijke raming was. En dat is mondiaal gezien een hoogstandje. Dat is nog, denk ik, nergens op de wereld gepresteerd. En wat dat betreft, als we het in dat kader zien, vind ik ook dat weer een prestatie. En op wat voor bedrag komen we dan? En dan komen we in de orde van de bedragen die jij noemt. Ja. Ja, het is bijna niet te bevatten, deze grote bedragen. Maar als je ziet wat hier is aangelegd. En ik kan echt iedereen aanraden om eens een keer te komen kijken. Want ook al heb je geen balverstand van techniek, sterker nog, interesseer je er misschien nauwelijks voor, dan is dit toch iets waar iedereen ongewild van onder de indruk is. Hier aan deze kant, de onderkant van uw beeld, hebt u dus de Noordzee, zal ik maar zeggen. En daar aan de andere kant, waar wat meer beweging is, als je dat zo ziet, dat betekent toch dat de boel nog niet dicht is. Links in beeld dus de Oosterschelde, die nu over enkele ogenblikken zal zijn afgesloten. En daar staan we op te wachten, of in het geval van deze schepen, daar liggen we op te wachten.
Overigens zal het nooit helemaal dicht zijn. Die, ook als de schuif helemaal is gesloten, dan zal er zich water onder die dorpelbank heen kunnen bewegen. Dus zolang er een waterstandsverschil is tussen Noordzee en Oosterschelde, zal er een beetje stroomsnelheid blijven. Dat is all in the game van het ontwerp van de stroomblokkering. Dus het sluit niet helemaal af? Het sluit niet helemaal af, maar dat hoeft ook niet. Want de hoeveelheid water die naar binnen komt tot het moment dat het getij weer gaat zakken, is eigenlijk verwaarloosbaar. En die leidt er ook toe dat het water aan de binnenkant wat gaat stijgen en de belasting op die stroomblokkering wat vermindert. Is er nu een gevaar dat die matten die daar gelegd zijn, de drempel zal ik maar zeggen, dat die zo'n druk te verwerken krijgt dat dat wegspoelt? Ja, ik denk dat zullen jullie allemaal wel berekend hebben, maar desondanks stel ik toch de vraag. Nou, gevaar is nooit uit te sluiten, denk ik. Maar gegeven het feit dat daar zo enorm naar gekeken is, denk ik dat de kans erop erg klein is. Ik denk dat het een hele goede constructie is. Wij kijken dus nu vanuit het land, zou je kunnen zeggen, vanuit het oosten, richting zee. Aan de andere kant van de stormvloedkering ziet u de Noordzee, met midden boven uw beeld dat ingenieur Topshuis, waar de gasten nu wachten op het moment dat Zeeland veilig is. En daar wachten ook deze vissersschepen, salonboten, veel belangstelling hier natuurlijk. Misschien is het goed om nog even op die vorige vraag terug te komen. Als je iets wil ontwerpen en wil maken wat absoluut niet kapot gaat, dan moet dat heel zwaar worden. Bij de Oosterschelde is typisch gekozen bij de stormvloedkering voor een ontwerp waarbij het beste is gaandeweg iets kapot kan gaan. Alleen moet die schade op een zodanige manier zijn in te perken dat het niet tot bezwijken van de kering aanleiding geeft. En dat is in feite het geheim achter dit ontwerp. Dus kapot, helemaal niets kapot gaan, zal niet gebeuren. Maar de schade moet wel binnen het minimum blijven. Nou, zou je kunnen zeggen, we mogen leiden dat die schuiven nooit dicht hoeven. Want wanneer zouden die dan dicht moeten? Dat is als we weer zo'n watersnoodramp kregen als in 1953. Enfin, de veiligheid is nu zover dat, geloof ik, een kans is van 1 in de 4000 jaar dat het mis zou gaan, volgens de kansberekening. Een theoretische kans op bezwijken ook. In ieder geval hebben wij veel geleerd van datgene wat zich de afgelopen jaren hier in het Deltagebied heeft afgespeeld. En dat ook al die jaren op de bewondering en de aandacht van de mensen zijn komen te vallen. De bouw van de Deltawerken. Men staat met het glas in de hand. En in dit verband is het wel aardig dat ik nu even iets voorlees over een strikt vertrouwelijk. Maar ja, dat was voor de uitzending begonnen. Aantekening in het draaiboek van Verkeer en Water staat. Aan de hoge gasten wordt een glas champagne bleu geserveerd. Dus kenners weten dan wat er in het glas zit. En dan staat er nog de toevoeging. Iedereen moet, onderstreept, 12:57 glas in de hand hebben. Nou, zie daar. Anderhalf minuut voor tijd heeft geloof ik iedereen een glas. En dan zal het over ruim 4 minuten zover zijn dat Zeeland echt veilig is. En dit na al die afsluitingen. Ik noem ze u nog even snel in herinnering. Dat was in 1958 bij Krimpen, de stormvloedkering in de Hollandse IJssel. Dan hadden we de sluiting van het Veerse Gat in 1961. Grevelingen in 1965. Het Volkerak in 1970. De Haringvlietsluizen in 1971 en Brouwershavense gat in 1972. Schitterende beelden hier uit onze helikopter inmiddels. Ik heb de indruk dat de helikopter met onze camera steeds hoger gaat hangen boven Neeltje Jans. En dat zou misschien straks wel een aardig beeld op kunnen geven. Want vanuit het noorden zullen straks overvliegen 3 Fokker Friendships. En het is aardig dan wanneer
die helikopter van bovenaf nog eens een kijkje kan nemen op die Fokker Friendships die dan als het ware er onderdoor schieten. Duidelijk is hier de stroming te zien, dat is dus in de Hammen, de noordelijke stroomgeul. Daar zijn die schuiven niet gesloten, het is een symbolische sluiting. En dat betekent dat alleen maar de schuiven in de schaar, de middelste geul, gesloten zijn over enkele minuten. Maar het is te hopen dat dat niet nodig zal zijn in de toekomst, dat we weer een stormvloed krijgen. Maar bij bijvoorbeeld een giframp is het ook noodzakelijk om die schuiven te sluiten. En dat betekent wel dat als die schuiven lang dicht zijn, dat dat een ontzettend effect zal hebben op de vegetatie in de Oosterschelde. Die eigenlijk heel bijzonder is. Hè? Heel bijzondere dieren, algen, wieren en weet ik wat niet al komen daarin voor, behalve de oesters en de mosselen. Nou, als het gaat om een lange sluiting bij een giframp, dan moeten we denk ik blij zijn dat die kering er is. Want zou die giframp op het Oosterscheldebek komen, dan is het per definitie over. Maar een lange sluiting, die is denk ik tot de uitzonderingen toe te rekenen. Nou, er zit nu toch muziek in de sluiting. Een fanfare boven op het dak van het wat winderige Topshuis. Tot u spreekt, Hare Majesteit, de koningin. De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid. Mager applausje, maar u moet maar bedenken, het is moeilijk klappen met een glas champagne in de hand. Ja, ik meen al wat scheepshorens te horen. Even over ene. Koningin Beatrix zei het, Zeeland is veilig. De schuiven zijn naar beneden. Het rode licht is vervangen door het groene licht. Dat iedereen hier duidelijk kan zien. En dat betekent dat de schuiven op de bodem staan. Ik worstel en kom boven. Dat is de Zeeuwse vlag die we net zagen. Luctor et imago. Wel, er is, blijft kans om te worstelen, maar minder kans om daar slecht van af te komen bij deze kering. Dit is dus die groene lamp waar ik het juist over had. Nogmaals, Zeeland is veilig.
U ziet nu midden in uw beeld, even goed kijken, 3 vliegtuigen. Dat zijn midden, een beetje linksboven, met rood-wit-blauw uit de rookpotten, de Fokker Friendships. Die komen nu laag overvliegen over het ingenieur Topshuis. De achtergrond, de werkbrug. Daar ziet u rood-wit-blauw uit deze Fokker F-27 vliegtuigen. Fokker F-27 Troopships om precies te zijn, want het is de versie van de Koninklijke Luchtmacht. Beelden van onze helikopter, die dus net iets hoger zit, baas boven baas, dan deze 3 Fokker vliegtuigen. Een eerbewijs aan datgene wat hier gepresteerd is. Dan is hier nog een evenement in de lucht, behalve dan die 3 kleuren uitstotende troopships. Er is dagvuurwerk. En dagvuurwerk, ja, dat is eigenlijk vuurwerk dat je overdag ook makkelijk kunt zien. Wat gloeiende balletjes zie ik. En hier ziet u heel duidelijk hoe dat getij in hevigheid toeneemt, de vloed die de Oosterschelde binnenstroomt uit die gedeelte van de doorlaatbare stormvloedkering die niet gesloten zijn. Dat is een heel verschil met de rust in dat vak, dat gedeelte dat zojuist is afgesloten. Aardig om iets te zeggen over dat getijverschil. Getijverschil in Ierse is gemiddeld 2,70 meter. En dat is 75% van de oorspronkelijke getijdenbeweging. En nog een eerbewijs. Daar komen naderen 5 helikopters. Over de roggenplaat, hieronder in beeld. Dat is met Neeltje Jans de 2 steunpunten. Steunpunten zou je kunnen zeggen in de Oosterschelde. De 5 helikopters boven de schaar. Dan dat dagvuurwerk, zoals dat genoemd wordt. De doorstroomopening bij de Oosterschelde was 70.000 vierkante meter en is nu teruggebracht tot 18.000 vierkante meter. Maar bij openschuiven heb je toch nog 85% van het oude getijverschil. Kan dat, André? Op dit moment is het iets minder, omdat de compartimenteringswerken achter in het bekken nog niet zijn aangelegd. Het bekken is dus eigenlijk nog iets te groot. Maar in principe kan dat en het is ook al gebleken. Ik denk zelfs dat het nog iets groter wordt als we naar de laatste resultaten kijken. Overigens is het wel leuk om deze beelden ook weer even te zien. Dit zijn mensen die terecht, denk ik, feest vieren.
voor wat er is gepresteerd. Maar het lijkt wel een beetje op de situaties die we af en toe in de sluitgaten hebben gehad toen we aan het werk waren. Met overal pontons en overal boten en bakken waarop de staalkabels lagen. Overal mensen, overal activiteit. Het is echt ontzettend leuk om te zien hoe het nu ervaren wordt. Ik zie daar net rechts in het beeld bijvoorbeeld de Arca liggen. Dat is dan een van de schepen die de ankerbehandeling deed. Je moet je maar eens voorstellen dat je daar midden op zee met een zware ankerdraad van een 70, 80 mm doorsnede aan het worstelen bent. En om die schepen voor anker te krijgen. Ik heb daar menig keer naar gekeken en bewondering gehad voor al die mensen die dat durfden. Zijn de zeeuwen blij, denk je? Je woont zelf hier in Zeeland. Ik denk dat de zeeuwen heel erg blij zijn. Ik denk ook dat ze dat mogen zijn. We weten allemaal, zeker de mensen die hier wonen, ik ben geen zeeuw van afkomst, ik woon er een aantal jaren, dat er nog steeds mensen zijn die, wanneer het echt zwaar gaat stormen, in de auto stappen en de eilanden afrijden. Zo zit de angst van de stormvloed van 1953 er nog in. Als je praat met mensen die inderdaad het mee hebben gemaakt dat het water de huizen binnenkwam, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die nu erg blij zijn. En de mensen die het niet meegemaakt hebben, wel, die kunnen gerust zijn dat ze nu achter veilige kering zitten en achter veilige dijken. En ja, of de prijs daarvoor te hoog is geweest of niet, dat laat ik maar in het midden. Ook nu is toch weer te zien wat een water het is, wat een geweldige omgeving. Ik kan me herinneren dat de Mytilus het sluitgat binnenkwam varen. Dat was het eerste grote schip wat aan de Oosterschelde ging werken om te verdichten. Dus met die trilnaalden? Precies, met die trilnaalden. De eerste gok die daar eigenlijk werd gedaan, want wie wist het? En als je dan bovenop die Mytilus stond, 50 tot 60 meter hoog, en je keek dan over die Oosterschelde, je zag die kleine, ielige eilandjes liggen, die prachtige zandplaten. Hetzelfde beeld hebben we vandaag en ook wat dat betreft boffen we, geloof ik. En eigenlijk heeft nu heel Nederland via Den Haag meebetaald aan datgene wat hier gebeurd is voor de veiligheid van de zeeuwen. Dat lijkt me ook een vanzelfsprekende en goede zaak. Het is eigenlijk in de vorige eeuw al begonnen dat men afweek van het eeuwenoude beginsel wie water deert, die water keert. Dat wil eigenlijk zeggen belanghebbenden behoren te zorgen voor de bouw van de dijk en voor het onderhoud daarvan. Daar is men later al van afgeweken. Hoe groter grondbezit je vroeger had, hoe groter het stuk dijk was. En daar moest behoorlijk wat voor op tafel komen. Dat was de zogenaamde dijkplicht. Maar dat is nu weg, nu hier op groen Zeeland veilig is geworden. Er werden trouwens zeer strenge straffen toe bedacht aan mensen die opzettelijk een gat in de dijk maakten. En men schreef in die tijd, in de oude verordening staat dat, in datzelfde gat, levendig, zal hij moeten versmoren. En als iemand, een landeigenaar, niet meer het geld op kon brengen om de dijk in orde te brengen, dan kon hij volgens een oud gebruik gaan spaasteken of spade schieten hier die zeeuwen. En als de dijkgraaf en de heemraden dan de rondgang maakten, dan zorgde de ongelukkige landeigenaar dat hij zich op zijn dijkvak bevond. En naderde dan dat gezelschap hem, dan nam hij zijn mestvork of spade, stak drie zoden van de dijk en zwoer dan dat hij niet meer in staat was de dijk te onderhouden. En zijn naaste buren moesten dan het dijkstuk en het daarbij behorende land tot zich nemen. Maar dat is allemaal voorbij. De
dijkvallen en oeverafschuivingen behoren met het gereedkomen van deze delta-werken tot het verleden. Ach, maar daar staat nog een ander verhaal tegenover, of misschien wel naast. Dat is het zogenaamde overdijken. Dat kwam voor langs de rivieren. Als iemand meer geld had dan zijn buurman, dan was hij in staat zijn dijk hoger te maken dan de dijk van zijn buurman. Kwam er dan een grote waterstroom de rivier af, dan liep niet zijn land onder, maar dat van zijn buurman. Waardoor het grootste deel van de stroomafvoer werd weggenomen. En de man met het meeste geld, het meeste kapitaal in dit geval, het veiligst zat. En wat dat betreft is het nu eerlijker verdeeld. Heel Nederland betaalt voor de veiligheid van dit gebied. Waarbij ik tenminste aanneem dat wij de komende jaren ons best zullen doen om die gedeelten die nog niet beveiligd zijn, inderdaad ook aan te pakken. Hier zien we die arca. Dat is inderdaad die arca. Je kan heel goed zien dat achter dit nemerkaan zo meteen, helaas, waarop die mannen met veel zeegang en stroom de elementen trotseerden. Dat schip hoorde niet bij de vloot van de Oosterschelde. Kijk, daar is inderdaad de arca met die grote kraan en dat achterdek. Dat achterdek is open, daar loopt een rol overheen. Die draden die wegen honderden tonnen. Die moeten aan boord gesleurd worden met lieren. Zo'n schip staat wat je heet kop en kont als je moet proberen die draden naar binnen te halen. Ik vind het een prestatie. En inmiddels zijn we oorgetuigen van een compleet concert vanaf de zee. Het wijkt niet veel af van Jan, er ligt een kip in het water, maar het is toch ontroerend en aardig om die geluiden te horen op dit feestelijke moment. Het moeten Romeinen zijn die hier dus alweer vele eeuwen geleden zijn neergestreken en zijn begonnen met het land in cultuur te brengen. Het zou toch aardig zijn om te kunnen weten wat de Romeinen zou overkomen als ze dit konden aanschouwen. Want ik neem aan dat die ook menigmaal door het water zijn verrast. Het rommelt toch nog een beetje linksonder, hè? Dat, Ja, maar dat is niet zo'n probleem, hoor. Laat maar lekker rommelen, dat een beetje beweging moet er altijd zijn. Terwijl we naar dit prachtige werk kijken, staan de gasten hier nog steeds op het dak van het tophuis. Voor zover ik dat uit de raam van mijn commentaarpositie van de cabine kan zien. Die cabine staat namelijk ook op het dak van het tophuis. En ik zie daar de champagne bleu, de jus d'orange. Ik zie daar ook de minister-president en onze verslaggever Willem Benboom. Het zou misschien wel mogelijk zijn
dat we even een praatje maken met de chef van onze regering. Meneer Lubbers, wat betekent een dag als deze nou voor u? Geweldig. Het is toch ook een hele emotionele dag. Ik ben van de generatie dat je je 53 nog herinnert. Ik was jong, maar ik herinner me nog de overstromingen en de doden die gevallen zijn. En toen de inspanning daarna, stap voor stap in die jaren, kleinere dammen, grotere dammen en nu die magistrale finale vandaag. Met een geweldig technisch kunnen. En u weet, ook in de politiek. Ik was er midden 70e jaren bij toen we hiertoe besloten hebben. En ik mag nu als minister-president de voltooiing meemaken. Nu was de verwachting dat er veel resultaat zou zijn van alle kennis en wetenschap die hier is opgedaan in het buitenland. Die resultaten vallen tegen tot nu toe. Hoe verklaart u dat? Nou, heel simpel. Er zijn voor een deel resultaten, want heel wat ingenieurs zijn hier geweest en hebben delen van onze technieken gekopieerd. Maar een werk als zodanig in het buitenland zul je niet gauw vinden. Ook omdat wij als het ware zo geavanceerd zijn en een ook, laten we eerlijk zijn, een vrij kostbare oplossing gekozen hebben. Om zowel ons tegen het water te beschermen, als ook het milieu optimaal te houden. En daar kijken de buitenlanders natuurlijk wel met grote ogen naar. Vriendelijk bedankt. U moet achter president Mitterrand aan weer. Jazeker, ik moet met hem mee. Dank u wel. Vier verdiepingen naar beneden, maar wij gaan inmiddels nog hoger. Ja, er hebben hier veel mensen flink wat werk verzet. En er was wel even angst dat als de boel hier geklaard zou zijn, dat er dan een werkloosheidsexplosie zou ontstaan. Maar ingenieur van Dixhoorn, de man die we eerder naast de koningin zagen, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, zegt dat Rijkswaterstaat altijd een vrij stabiel pakket werk heeft, waarin soms pieken zitten. Wel, zegt hij, het deltaplan was voor Rijkswaterstaat iets extra's, maar de sterkte die daarvoor nodig was, hebben we grotendeels gemobiliseerd in onze eigen organisatie. Het aantal arbeidsplaatsen bij Rijkswaterstaat neemt wel af, maar dat komt niet zozeer door de gereedkoming van de dam, maar wel als gevolg van de bezuinigingen bij het Rijk. Ja, de heer Lubbers is net naar beneden, maar dat heeft er dus mee te maken. Er werken namelijk 2000 mensen in 1990 straks minder bij Rijkswaterstaat dan in 1981. En bij de aannemers en andere bedrijven is weliswaar veel werk voor Rijkswaterstaat verricht in Zeeland. Maar daar zou dus wel wat werkgelegenheid verloren kunnen gaan. Trouwens, de Houten Bouwbond FNV heeft al eens een keer verklaard dat er een chronisch gebrek is aan vaklui in de bouw, ook in Zeeland. Dat is echt, laat ik maar zeggen, gediplomeerde bouwvakkers. En de meeste werknemers die bij de bouw van de Oosterscheldedam betrokken waren, zijn inmiddels gelukkig elders aan de slag gekomen. Maar bovendien, een aantal blijft hier nog werken, nog een jaar, wanneer ook de autoweg over de dam gereed is. En ik denk als je hier aan de slag bent geweest bij deze stormbloedkering, dat je dan een aardig visitekaartje hebt om elders weer aan de slag te komen, André. Dat geldt ook voor jou een beetje. Ik ben het daar van harte mee eens. De mensen die hier hebben gewerkt, die komen in zijn algemeenheid denk ik best aan de slag. Zeker de jongere mensen onder ons. En je moet elders maar laten blijken dat je daar ook iets anders kunt doen dan stormbloedkeringen bouwen. En wat ik om me heen heb gezien, vind ik dat het vrij aardig lukt met alle mensen. Voor het Topshuis staan de drie autobussen weer gereed om te vertrekken. Men gaat weliswaar in de richting van die geïmproviseerde helihaven op de zijweg. Maar het is niet de bedoeling dat het gezelschap in de KLM helikopters gaat. Nee, men gaat daadwerkelijk, ik denk als je zou kunnen zeggen als eerste burgers over de Roompot stormvloedkering, dat gedeelte, het meest zuidelijke gedeelte van de stormvloedkering, in het stroomgat dat de Roompot wordt genoemd. Daar komt in de toekomst die autoweg, maar nu zal die dus al gebruikt worden voor deze gasten die dan op Noord-Beveland zullen arriveren, maar praktisch meteen weer doorsteken over de Veerse Gatdam.
Een van de eerste dammen die in het kader van de Deltawerk werden afgesloten, het Vierse Gat, werd toen geboren. Dat was in 1961 werd het gebouwd op Vrouwenpolder. En dan gaat dit gezelschap in de richting van Veren. Ik zei u al eerder dat Neeltje Jans behoort tot de gemeente Veren. En de burgemeester van Veren, mevrouw Van Montfrans, zal de eer te beurt vallen al deze illustere figuren binnen haar gemeente te hebben, maar straks wel degelijk ook in het alleraardigste stadje Veren zelf, voor de lunch. We staan bij de uitgang beneden. Mevrouw Smit begeleidt president Mitterrand. En koningin Beatrix. Zo, het zijn instappen kan worden gegeven. President Mitterrand dan dus nu ook in een gewone autobus. Ook voor de Fransen wellicht niet alledaags gezicht. Ik zou u niet kunnen vertellen of Mitterrand wel eens eerder in een bus heeft gezeten. We hebben hem wel eens ontmoet toen hij nog niet in de regering zat, of althans geen president was. En hij leider was van de socialistische oppositiepartij. Tijden van de Gaulle. En hij woonde weliswaar in een fraai appartement in het hartje van Parijs. Maar u weet hoe de gang van zaken is meer in Parijs. Dan kun je vaak beter met de metro ergens komen dan met de eigen auto. Dus ik sluit dat openbaar vervoergebruik van de Franse president niet geheel uit. Hij is in ieder geval in goed gezelschap, want onze minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Smit, die draagt het openbaar vervoer ook een zeer warm hart toe. Ja, vooral als je een zonde verder moet lopen. Nou, ik geloof dat ze daar nu wat genuanceerder over denkt. Mevrouw Smit als een volwaardige hostess, mag je wel zeggen, daar bij de deur van de bus en de commissaris van de koningin. Jan van Luxemburg gaat zo dadelijk naar binnen. Fabiola, koning Boudewijn. En dan is het feitelijk zo dadelijk hier afgelopen, althans dit hele officiële gedeelte. We zullen dadelijk hier nog een aantal gesprekjes voeren, althans dat zal mijn collega Willem Wemboom doen. Want er is hier nog, als ik even kijk, nog wel het nodige aanwezig hierboven op dat dak. Hoewel ik nu tot mijn vreugde ook de cameramensen aan de Champagne Bleu zie. Dus nu wordt het echt feest. Vanuit flinke hoogte, 300 meter, kijken wij nu op dat topshuis waar die drie bussen voor de deur staan. En op de twee gedeelten van de stormvloedkering, de Schaar en uit uw beeld verdwijnend de Hammen. En dit is dus het gedeelte waar het water nu praktisch stil ligt. Ik denk als de werkers aan de Oosterschelde dit zien, die zich bij dag en ontij op het water hebben begeven, dat er toch wel iets in hun omdraait. Want dit soort beelden, als je 's morgens om 3 uur, 4 uur van de boot afkwam of er naartoe ging, dat blijf je hele leven bij. Weliswaar niet van die hoogte, maar het is toch goed vergelijkbaar. Nou, van hieruit dan een groet aan die bouwvakkers die nu misschien werken in Susteren of in Tweede Exloremond. Laten we in ieder geval hopen dat ze werken. Een zwaai ten afscheid van de heer Bourtien, commissaris van de koningin in Zeeland. En daar is het afmars naar Veren.
En hier links in uw beeld, mevrouw van Montfrans, zag u nog net even, voor in de bus. En zij is dus hier zo, zwaaiend ook, burgemeester van Montfrans van Veren, waar onder dit mailtje Jans valt en waar nu het gezelschap heen gaat. Hier is kennelijk hard gewerkt door de mensen van de Waterstaat en de aannemerij om het hier zo groen te laten uitzien. Want het is echt nogal een klus om zo'n kaal werkterrein onder deze omstandigheden te voorzien van een begroeiing die het dan toevallig op 4 oktober ook nog goed doet. Dus ook daaraan is te zien dat de mensen het goed in de hand hebben gehad. Ja, oorspronkelijk was niet alleen dit neeltje Jans, maar ook die andere, dat andere werkeiland, als ik dat zo mag noemen, die roggenplaat. Dat waren zandbanken, zandplaten, die bovendien niet vast lagen. Die hebben in de loop der eeuwen, als het ware, zijn die door de Oosterschelde heen geschoven. En daarbij de dijksituatie, met name op Schouwen, steeds gevaarlijker makend. Inderdaad, met name in Roompot is heel goed op de kaart van Roompot te zien hoe daar de dijken, bij wijze van spreken, verticaal vanuit het land in de Oosterschelde terechtkomen. Dat is gewoon het gevolg van de dijken die daar steeds doorbraken en verdwenen. Dit was een zandplaat. Een zandplaat die is opgespoten tot ongeveer 12 meter boven plus om aan een behoorlijke hoogte te komen. Je bent in wezen een grasmat aan het bouwen in zee. Wel, nu straks die autoweg nog klaar, dan is Zeeland vroeger wel eens aangeduid als het land van de overkant, echt uit zijn geïsoleerde positie. Je mag rustig zeggen dat de provincie zich ontsloten heeft. En het is ook duidelijk dat daar waar Zeeland over het algemeen agrarisch was, nu ook de industrie hier een duidelijke kans heeft. Sloeggebied ten oosten van Vlissingen, rondom Sas van Gent en ook Terneuzen. Ja, daar is wel over te discussiëren, denk ik, hè? Over dat agrarisch karakter van Zeeland. Want ik hoef maar plaatsen als Brouwershaven in herinnering te roepen, maar toch ook Zierikzee en ietsje verderop Goede Reede. Dat zijn toch handelscentra geweest waar we over de hele wereld heen hebben geopereerd. Drie bussen hier op weg naar het zuidelijk puntje van Neeltje Jans. En dat is dan misschien straks een goede gelegenheid om nou toch ook eens even te gaan kijken op de andere kant van dat eiland. Daar waren zich die officiële plechtige festiviteiten niet afspeelden. Wij gaan ook met de helikopter achter dit touringcargezelschap aan. En dat geeft ons wellicht straks ook de gelegenheid om eens even de andere kant op te kijken, zuidwaarts, hoewel daar net de zon zal staan. Ziet u ook aan de schaduw op de bussen en dat betekent dat de camera wellicht zo af en toe tegen de zon in staat. Maar daar bevindt zich dus de Roompot. En de Roompot is de meest zuidelijke van de drie stroomgeulen van de Oosterschelde. Op het punt waar de stroomvloedkering is aangelegd. Het geheel heeft overigens een lengte van 9 kilometer. Dat wil zeggen, het pijlergedeelte.
voor alle duidelijkheid. Het is 9 kilometer van het noordelijk puntje van deze stormvloedkering naar het meest zuidelijke, waar wij nu op afgaan met deze 3 bussen. Hier zien we de buitenhaven Noord. Het woord zegt het al, de buitenhaven ligt aan de zeekant. En als het goed is gaan wij nu over een sluis. Dat is de Roompotsluis. En dat is de enige nu nog constant openstaande verbinding, althans bruikbare verbinding, tussen de Noordzee en de Oosterschelde. En dit gedeelte is de Roompot, de stoomgeul, de Roompot. Nu ook eens goed in beeld. Ach, dat wijkt van niet veel af van de hammen en de schaar die we gezien hebben, maar die is wel aanmerkelijk langer. Nou, het is misschien goed om nu eens even op de stroomsnelheden te letten. We zitten, ik denk, een half uur voor de maximum stroomsnelheid. Nou, het spreekt voor zich dat je hier maar liever niet in terecht kunt komen. Dit zijn behoorlijk hoge stroomsnelheden. Als we het kunnen zien, is het misschien ook eens even goed te letten op die stokjes die eruit steken, die plunjers, waar die schuiven aan bewegen. In feite is dat een contramal van de bodem. Hoe dieper het sluitgat, en dat is in het midden, hoe hoger dat stokje, doodgewoon, omdat die schuif daar veel hoger is en dus ook hoger opgetrokken moet worden. Daar komen ze aan, hè? Dat zijn de plunjes waar ze door opgehezen worden, die schuiven. Hier zie je dat straks als we verder naar de kant vorderen, kijk, prachtig te zien hoe aan de kanten het lager is dan in het midden. In feite is de Roompot in het midden 35 meter diep en de schuiven zijn daar 11 meter, 10,5 meter hoog. Dit is het langste gedeelte, maar dit is het laatste aangelegd. Dit is het langste gedeelte en we zijn inderdaad begonnen in een makkelijker sluitgat, te weten de hammen, om van daaruit ervaring op te bouwen. Dit was bepaald een moeilijk sluitgat. Kijk maar eens hoe dat water over die kering, eigenlijk, of onder die kering heen doorschiet, grote golf die weer terugkomt. En hier zijn we op Noord-Beveland. Sneller gereden dan gebouwd, dat is duidelijk. Zo'n constructie, een dam aanzet, een constructie die weinig in het licht staat. Je zou het niet zeggen, maar een zeer moeilijke constructie, omdat die van twee kanten verval moet keren. Dat wil zeggen, de ene keer kan het water buiten hoger staan en de andere keer kan het water binnen hoger staan. Dat betekent dat je op diverse manieren het water achterlangs die kering kan hebben toestromen. Een hele moeilijke constructie. Deze glooiing die spreekt voor zichzelf. Die asfaltglooiing, dat is voor de... Daar zien we een DC-3 in beeld, een Dakota van de Dutch Dakota Association. Altijd een enig gezicht om deze Dakota, een Douglas DC-3, te zien vliegen. En inmiddels gaat het gezelschap over een klein stukje van het uiterste noordwesten van Noord-Beveland, de noordwestpunt van Noord-Beveland, richting Vrouwenpolder, wat, laten we zeggen, het noordelijkste puntje van Walcheren ligt. Wel, en zo reden ze nog een tijdje door. Ik vertelde u al dat hier bovenop het topshuis nog het glas geheven wordt. En wellicht kunnen we eens even horen van de man die in eerste instantie ook al de koninklijke familie en de gasten heeft ingelicht, iets naders horen over hoe hij dat ervaart vandaag
namelijk ingenieur Visser. Ja, meneer Visser, we staan hier nu op het dak van het Topshuis. U heeft vanmorgen al die gasten ontvangen daar op Ypenburg, mensen uitleg gegeven. Was het allemaal duidelijk te maken? Oh ja, want het gezelschap is tegelijkertijd intelligent en beminnelijk. En het begrip wat men wil opbrengen en kan opbrengen is zo groot dat je met een half woord voldoende hebt. Bovendien was een aantal van de gasten al eens eerder in de kering geweest. U bent projectleider van, de hele stormvloedkering. Wat was nou het hoogtepunt van al die jaren? Het hoogtepunt voor mij was het moment dat de laatste mat horizontaal op de grond lag. Van die funderingsmatten? Van de funderingsmatten waarop de pijlers moesten terechtkomen. Toen hebben we ook een feest gevierd met alle mensen die daaraan hebben gewerkt. Vond u dat moment leuker dan nu nog? Oh nee, dit is het moment voor de hele Nederlandse samenleving en voor de hele Europese samenleving, of misschien zelfs wel voor de wereld. Dus dit moment is natuurlijk daarvoor het prettigste. Maar als u mij vraagt naar de avonturen tijdens de bouw, dan is dat moment van die laatste mat het hoog. Tijdens die bouw kwam er steeds kritiek. Het wordt duurder en duurder. Het gaat langer duren. Het ging over miljarden meer. Hoe kwam dat over bij u, achter uw bureau, als uitvoerend kunstenaar, zal ik nou in dit geval maar eens zeggen? Ja, ik vind dat u een leuk beeld gebruikt. Een uitvoerend kunstenaar. Het is net alsof je een orkest dirigeert. En als er achter in de zaal wordt geroezemoest, dan leidt dat wat af van de concentratie. En vond u het, u wilt dat zo schetsen, de kritiek over het teveel aan geld geroezemoes in de zaal? Niet alleen dat, want je kan elk ogenblik verwachten dat het geroezemoes uitbarst in gefluit. En dan is het concert voorbij, ontijdig. Dus dat risico was er altijd, dus je staat daar toch met wat spanning en probeert duidelijk te maken met je werk dat het gaat om een serieuze zaak die serieus wordt aangepakt en waar je je niet voor hoeft te schamen. Maar nu vraag ik het gewoon in heel eenvoudig Nederlands. Werd u wel eens moe van het gezeur? Ik ben nooit moe geworden van het gezeur. Nee, ik heb altijd begrepen dat mensen die zulke vragen stelden, dat die dat deden met de behoefte om echt te weten waar het om ging. En ik ben ook nooit moe geworden om antwoord te geven. Vriendelijk bedankt. Prettige dag verder. Dank u vriendelijk. Dank u. En onze helikopter pikt nog even de beelden op van de naar het zuiden vertrekkende bussen. Je hebt ook een prachtig gezicht boven in beeld op de pijlers in de Roompot. Aardig strandje, zo te zien, daar op het noordwesten van Noord-Beveland. En ik vermoed dat de beelden ons straks wel zullen laten zien dat we in de buurt van de Vierse Gatdam komen, met rechts de Noordzee en links het Vierse Meer, wat vroeger, voor 1961, voor de sluiting met Cassons, het Vierse Gat heette. We gaan nog even naar Willem Benboom, hier op het dak. Ja, ik sta hier bij ingenieur Koman van Rijkswaterstaat van de provincie Zeeland. In dit geval heel belangrijk, want de provincie Zeeland, afdeling Rijkswaterstaat, zal gaan besluiten wanneer nou precies die schuiven zullen worden neergelaten. Een belangrijke beslissing iedere keer opnieuw, meneer Koman, want de milieumensen hebben eigenlijk het liefst zo weinig mogelijk sluitingen. Hoe hoog moet het water komen voordat u zegt we drukken op de knop? Nou, om even te antwoorden op het eerste gedeelte van uw opmerking. Elke keer als je sluit, dan zet je het hele getij stil. En dat betekent in feite dat je dan de natuurlijke gang van zaken verstoort. Besloten is dan ook om alleen te sluiten bij zeer zware stormen. En we sluiten op de volgende manier. Als er een waterstand voorspeld wordt die hoger is dan 3,25 meter boven NAP, dan gaat de kering dicht. En hoe vaak per jaar is dat?
Nou, dat zal in de toekomst zal dat ongeveer één keer per 4 à 6 jaar zijn. We beginnen echter om ervaring op te doen met een wat frequentere sluiting. En dat zal zijn bij een NAP plus 3-pijl. En dat is één keer per jaar, hè? Dat is één keer per anderhalf, één keer per 2 jaar ongeveer. Nu is er vorige week een proef geweest, een test, met het zogenoemde noodsluitsysteem. Dat betekent dat het automatisch de schuiven naar beneden gaan voor het geval alle communicatie wegvalt of alle computers zouden uitvallen. Die proef is niet goed gegaan. Wat gebeurde er? Nou, het was een wat wij noemen een integrale proef. Een proef om te kijken of alle systemen geïntegreerd goed zouden werken. En toen op een gegeven moment dan het signaal gegeven was voor de noodsluiting, toen bleek plotseling dat de schuiven omhoog gingen in plaats van omlaag. Dat was even schrikken. Ja, iedereen stond zeer verbaasd te kijken natuurlijk. Hè, dat... Zeeland onveilig? Ja, uiteindelijk bleek het heel simpel te zijn. Na alle goed voorbereide proeven had men een paar draadjes verwisseld. En dat kan natuurlijk in een zeer ingewikkeld systeem altijd gebeuren. En dat was snel opgehelderd. Bedankt voor het gesprek. Op de rand van het dak van het topshuis, windkracht 3, oostenwind, geeft allemaal niks, echte Hollandse omstandigheden. En ik had nog een paar vragen voor de minister bewaard. Dag mevrouw Smit, welkom. Een dag als vandaag vroeg ik net aan minister-president Lubbers, wat betekent dat? Nou, belangrijk voor Nederland, belangrijk voor onze presentatie in het buitenland. Maar die resultaten van al dit werk in het buitenland vallen wat tegen. Hè? Ze willen die boten niet hebben. Er zijn eigenlijk geen soortgelijke projecten. Is dat niet tegengevallen? Ja, maar het is niet helemaal correct wat u zegt. Inderdaad, niet een Oosterschelde-project ergens anders op dit moment. Maar wel stukken van de techniek die hier opgedaan zijn, elders. Als ik u vertel dat er in dit project uitgevonden is een tv-cameraatje wat door een pijpleiding van 5 centimeter op eigen kracht kan bewegen. En dus dan kan zien hoe de situatie daar is. Dat is iets unieks. Dat heeft zelfs de NOS niet, hè? Nee, misschien wilt u iets van ons afnemen. Ja, we zullen het dus doorgeven. Nu hebben we de laatste weken veel berichten gelezen en gehoord over het mogelijk toenemen van de zeespiegel, het stijgen van de zeespiegel, mogelijk met 1 meter in de komende eeuw. Dit bouwwerk is bestemd voor 200 jaar. Hoe moeten we dat nu zien? De wetenschappers zijn bezig op dat probleem te studeren van de zeespiegelrijzing. Men is daar nog zeer voorzichtig mee. Een van de varianten zou kunnen zijn de cijfers die u noemt. Dus eerst maar eens verder studeren om wat meer zekerheid te krijgen. Maar ik kan u verzekeren, voorlopig nog uiterst veilig in Zeeland en de rest van Nederland. Ik heb gehoord dat er een nieuw deltaplan klaar ligt met het oog op dat probleem van die zeespiegelrijzing. Ook weer van 10 miljard gulden, klopt dat? Het deltaplan wat ik dan eerst aan snee zou willen nemen is de bodem van de rivieren en kanalen die sterk vervuild is. Mede door de Rijn en andere rivieren. Daar moeten we eerst wat aan doen. Dat heeft met ons grondwater te maken, dat heeft met onze landbouw te maken. Maar ligt er een nieuw plan van 10 miljard? Daar gaan inderdaad vele miljarden in zitten. Dat hoeft echt niet allemaal tegelijk, maar we moeten wel aan de slag. En liefst de urgentste punten waar de onderwaterbodem het meest vervuild is, het eerst aanpakken. Vriendelijk bedankt voor uw toelichting. Bedankt. Gaat de trap, denk ik. Volgens mij... We hebben veel gesprekken gemaakt met hoofdingenieurs, met ministers, bewindslieden, noemt u maar op. Mensen die bij de bouw betrokken waren, die bij de uitvoering betrokken waren. Waar het eigenlijk om gaat natuurlijk, zijn de Zeeuwen zelf. Meneer Landegent, u bent een echte Zeeuw, heeft u ons verzekerd. Hoe kijkt u er nu tegenaan vandaag? Nou, ik vind dit de beëindiging, de koningin Hare Majesteit heeft het zo even gezegd. Dat is een groots gebeuren en die enkele woorden die ze gesproken heeft, daar zat veel in. Dus de schuiven zijn gesloten.
Nog niet zo lang geleden gingen sommige zeeuwen nog naar hoger gelegen plekken, hè, als het zwaar weer werd. Ja, ik heb wel eens me laten vertellen in de buurt van Zierikzee en dan meest in Duiveland. Dat er tot voor, nou dat is wel een jaar of 3-4 geleden, mensen waren die met zware weer, zware stormnachten en zo en slechte voorspellingen, dat ze nog naar de familie in Zierikzee trokken. En als, ja, die mensen hadden ook echt die ramp meegemaakt. En dat was niet in de koude kleren blijven zitten. U heeft de watersnoodramp van 33 jaar geleden meegemaakt. U heeft de hele bouw en de totstandkoming van de stormvloedkering meegemaakt. Hoe kijkt u nu tegen de kritiek aan die er in de loop van de jaren steeds was over de hoge kosten, et cetera? Ja, meneer de Benboom, wij zijn hier in Nederland natuurlijk bij alle werken en alle gebeurtenissen die er voorkomen altijd zware kritiek gewend. En ja, er is wel eens gezonde kritiek, maar vaak is het ook natuurlijk neerhalend en nou ja, dat er niks van overblijft als ze er zin zouden krijgen. Maar gelukkig, ik geloof wel dat deze kritiek verreweg de toorts van de afgunst en het moeilijk doen kan weerstaan. Waar het om gaat is dat u en vele zeeuwen met u zich veilig voelen. Dat is ten eerste plaats. Verder denken we natuurlijk nog, zodat vroeger ging, vaak moest improviseren om spoedgevallen aan de vaste wal te krijgen. Op zieke gebeurtenissen, ook ongevallen. Wij hebben van lieverlee de ontsluitingen gekregen. Eerst de Grevelingen, later de Zeelandbrug, nu hier dit weer. Ik kan niet anders zien als dit voor heel het gewest en heel de Zuidwesthoek een goede zaak. Doodgewoon. Vriendelijk bedankt en terug naar Joop van Zijl. Ja, Zeeland veilig, ondanks die misschien reizende zeespiegel. Even ter afsluiting deze uitspraak van ingenieur Van Dixhoorn, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Hij zegt, reizende zeespiegel. Denk eens na, een daling van de zeespiegel is veel interessanter. Wat zou je denken van een droge haven in Rotterdam? En met deze wijze woorden willen we afsluiten. We hebben u uitputtend geïnformeerd over wat hier de afgelopen 4 uur heeft plaatsgevonden. De sluiting van de stormvloedkering in de Oosterschelde met doorlaatbare pijlers, zoals hier in beeld. 11 camera's van hoog in de lucht, zoals hier, tot onder water, maar die zien we nooit meer terug. Van hoog in de lucht tot onder water stonden onze camera's en van Ypenburg tot hier aan de Oosterschelde op het eiland Neeltje Jans. We gaan afscheid van u nemen. Dank, mijn persoonlijke dank aan André Burg, die mij in moeilijke uren terzijde stond. André Burg, weg- en waterbouwkundig ingenieur, die met ontwerp en uitvoering van veel zaken, de pijlerplaatsing bijvoorbeeld, betrokken is geweest. Onze dank aan iedereen van de NOS, ook van de facilitaire dienst en de technische dienst, de mensen van de PTT en verder natuurlijk de vliegers. Zeeland is veilig en met deze twee woorden neem ik afscheid van u vanuit Neeltje Jans terug naar de studio in Hilversum. Ja, het licht staat op groen in Zeeland. Tot zover dit rechtstreekse verslag daar vandaan. Morgen is de NOS er weer via Nederland 2 en wel om 12 uur 's middags met het discussieprogramma Het Kapitool. En dat zal deze keer gaan over de laatste ontwikkelingen in en...